Ja, ik ga mijn getuigenis vanavond met jullie delen. Ik ga vanavond delen wat de Heer Jezus voor mij in mijn leven heeft betekend. En ja, ik neem jullie mee naar vorig jaar, wat eigenlijk echt heel kort geleden is. En vorig jaar, in oktober, heeft God mij iets op mijn hart gelegd dat ik me moest bekeren. En ik wil jullie vertellen wie ik hiervoor was, wat voor dingen ik eigenlijk deed in mijn leven. Ik was een jongen die best wel een moeilijke jeugd heeft gehad. En ja, ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moest verwerken. Dus ik zocht dat eigenlijk een beetje in drugs en in drank en in eigenlijk alle dingen die God verboden heeft. En ja, dat heeft echt wel 3 jaar geduurd. Van mijn 16 of 17 denk ik dat ik begon. Tot aan mijn 19-20ste denk ik. En op een gegeven moment dacht ik van ik wil mijn leven verbeteren. Ik wil, ik was echt een naar persoon ook van mezelf. En ik wilde mezelf eigenlijk gewoon verbeteren. Door mezelf te ontwikkelen, door zelf veel boeken te lezen, door te gaan sporten. Misschien dat ik daardoor wat beter kon worden als persoon. Maar dat mocht niet helpen. Ik zakte eigenlijk nog meer in die diepte. Nog meer in dat ik mezelf niet kon bewijzen om de mensen om me heen, maar ook niet aan mezelf. Dat ik gewoon niet beter kon worden van wie ik was. En dat heeft echt ook een hele tijd geduurd. Tot op een gegeven moment ik via een influencer bij de islam terechtgekomen ben. Want ik dacht van ik geloofde wel in een God. En ik had wel een godsbesef, maar ik wist niet zo goed waar ik dat moest zoeken. Dus ik dacht van laat ik daar beginnen. En toen heb ik een Koran gekocht, ben ik dat gaan lezen. En in die tijd nog steeds heel erg aan de drugs gezeten. En nog steeds echt mijn leven eigenlijk verliezen. En ik zag ook van, ik wilde dus de God die ons gemaakt heeft, wilde ik dienen en danken eigenlijk voor dat ik mag bestaan. Maar ik zag ook dat ik het helemaal niet kon. Ik kon het gewoon niet laten zien. Ja, die liefde die hij mij gaf, dat ik hier mag staan, zeg maar, die kon ik niet teruggeven. En ik zag mezelf eigenlijk nog meer naar onderen gaan. En toen in diezelfde tijd dat ik zeg maar, bij de islam terecht ben gekomen, is mijn broer een relatie aangegaan met de Heer Jezus. En wij kregen gesprekken over de Heer Jezus, waarom ik nou voor de islam kies en hij voor het christendom. En dat heeft wel echt zaadjes in mijn hoofd geplant van wat is nou, wie is nou de ware God? Wat is de ware God? Waar kan ik dat vinden? En dat heeft me echt heel erg aan het denken gezet. Ben ik ook voor gaan bidden van Heren of God, God die mij gemaakt heeft, waar kan ik u vinden? En een tijdje later heeft mijn broer mij gevraagd of ik mee wilde naar zijn doop. Want die was ervan overtuigd dat de Heer Jezus zijn redder en verlosser was. En toen ben ik daarheen gegaan. In die tussentijd nog steeds elk weekend aan het drugs en nog steeds eigenlijk mezelf aan het verliezen. Nog meer. En toen ben ik toch naar die doop toe gegaan. Dag daarvoor dus gefeest. En toen werd ik 's ochtends wakker en ik dacht van wat moet ik nou? Ga ik nou naar die doop toe? En dan zit ik daar met een dikke kater en weet ik veel. Dan moet ik daar maar wat zitten. En toen ben ik toch gegaan. Ik voelde van mijn broer, het is mijn broer, ik wil er ook voor hem zijn. En toen kwam ik daar bij die doop en de Heer heeft echt via hem echt tot mij gesproken, tot mijn hart doorgebroken. Dat ik het bij de Heer Jezus kon vinden. En dat is echt een heerlijk gevoel. Die vreugde waar we het net ook over hadden, die mag ik ook, dan ook echt ervaren. En dat is zo'n prachtige vreugde. Dat komt mede omdat ik dus zoveel dingen heb gedaan die God heeft verboden, dat ik, en dat hij het dan voor mij heeft weggepoetst, als het ware. Hè? Want de dood van de Heer Jezus, die zorgt er eigenlijk voor dat al onze zonden voor eeuwig zijn afgewassen. En toen ik me daarin mocht vinden, toen zag ik gewoon dat ik verlost ben en dat ik vrij ben. En toen is ook de vreugde en het verlangen gekomen om de Heer Jezus dus beter te gaan leren kennen. En zo kom ik bij deze Bijbelschool terecht. En nu sta ik hier jullie aan te spreken en mijn getuigenis te vertellen van wat Jezus in mijn leven heeft gedaan. Amen. Dankjewel, Sander.